dingen aanzien voor verschijnselen die ze in feite niet zijn. Ja. Daar ben ik een beetje bang voor. Kijk, die symptomen zijn zowel hoog als laag. En wanneer in 1830, wanneer dan de Belgische opstand dreigt uit te breken, en dan wordt Willem, vader Willem I, en die wordt naar Luik en naar Brussel gestuurd om het te sussen allemaal. Maar hij gaat, weet je wel, en ja, hij geeft geld bij zich, hij heeft banen bij zich voor de industrie. Ja. En hij zit vive, le roi, weet je wel, enzovoort. Hè. Nou, en dan zegt hij, ja, zie je wel, ja, er is niks aan de hand, weet je wel. Maar nog geen 14 dagen later, dat is het afgelopen. Is het afgelopen, weet je wel. Nou, laten we het dan even actualiseren. Denkt u dat deze constitutionele staatsgreep van Cenk Willink, van mevrouw van Almsberg liever gezegd, dat dat in verband gebracht zou kunnen worden met de gedachte van de eroderende monarchie? Ja, ik denk dus dat het een soort verkrampte poging is tot het consolideren van politieke macht. Ja, absoluut. Dat denk ik. Ja. Ik denk dat... Ik niet. Overtuig mij eens dan. Nou, ik denk dat als je alles bij elkaar hebt, dat je zegt, we zijn... We zijn aan het eind van het Latijn. We zullen ons daartegen verzetten. We hebben een levensdrang. We hebben ook een mooie gave levensdrang. En wij verzetten ons daartegen. Maar het feit dat men dan tot zover gaat. Dat men alle risico's voor lief neemt. Die hier aan vastzitten. Die absoluut aan vastzitten. En dan de sprong in het Duitsland doet. Ja, ik vind dat maar wacht even. De levenscyclus van de monarchie, zou je kunnen zeggen, is van een absolute monarchie als eerste stap. Een constitutionele monarchie in de tweede stap en een ceremoniële monarchie in de derde stap. Nee. Maar wat er nu gebeurt, volgens dit scenario, is dat we toch weer teruggeworpen worden naar de staatsrechtelijke verhoudingen van voor 1840. Als ze haar zin krijgt. Nou ja, ik ga ervan. Als dit doorgaat, dan zijn we toch niet op weg naar een ceremonieel koningschap, maar toch juist weer naar het absolute. Ja, maar dat is voor 1840. Die als dit zo doorgaat, ik zie het helemaal niet slaan. Ik zie, we zijn nog bezig met de poging en ik vind die poging levensgevaarlijk. Ja, ja, ja. En de republiek bevorderend en de monarchie ondergaan. Ik vind het, als ze mij gevraagd zouden hebben, dan zeg ik, moet je het nooit doen, want dit nee, maar we zijn er juist verder van weg. Ik bedoel, als die levenscyclus van de monarchie is absoluut constitutioneel ceremonieel, dan zijn we volgens dit scenario toch juist teruggeworpen naar de staatkundige verhouding van 1840, namelijk het absolute koningschap. Als dat zo zou zijn. Ja, maar dat staat er. Jawel, dat willen ze. Maar daarmee is het nog niet gerealiseerd. Nee, oké, goed. Daar zitten we nu middenin. En laten we zeggen dat Nederland volgende week zondag wint, of komende zondag wint. Misschien is er dan wel maandag of dinsdag, is die coalitie klaar en is het gebeurd. Ja, maar er is er altijd hoop in die zin dat wij, en niet alleen wij, want natuurlijk zijn er mensen, staatsrechtmensen en journalisten, die op toe dat berg je al sinds vergeleken bij het begin van deze week, die toch misschien wel door ons, maar het is te veel arrogantie om te zeggen door ons, er is iets veranderd. Pas op mensen, we moeten attent zijn, met andere woorden, zo'n coalitie en andere ideeën die daarbij horen, die komt nooit tot stand. Maar het preludeert dit op een abdicatie, denkt u? Ik bedoel, dit is natuurlijk zoveel macht. En het is zo'n opgemaakt bedje. Zou dit kunnen preluderen op een mogelijke inhuldiging van Willem de Overbodige? Ja, ik denk dat men dermate in paniek is. Dat men alle middelen geschikt, geëigend en juist had om dit te voorkomen. En dan... Wat bedoelt u met men? Ik bedoel... Wie erbij betrokken zijn, dat is de vicevoorzitter van de Raad van State. De voorzitter van de Raad van State. Staats... Ja. Maar ja, die werken er juist aan mee. Jawel, maar... Mij geeft het gevoel alsof wij deze klasse van mensen hebben betrokken ergens op. Mm-hmm. Zij zijn degene die dit scenario uitwerken. Wij hebben ze betrapt. Wij staan erbij en we keken ernaar. Ja. Jawel, maar... Maar waar hoopt u dan op? Nou kijk, ik hoop op de ontwikkeling van het volk en de wakkermaking van het volk, het wekken van het volk. Onder andere door het vlegers en weet ik wel, provincie uit te dingen, door te publiceren, door dit soort opnamen te maken enzovoort. En ja, dan raakt het op een bepaald moment in een stroomversnelling. En wanneer je praat over het einde van de monarchie. Maar bent u niet bang voor een revolutie?
Ja, maar even wat bloedig bedoel ik. Ja. Ja, nou ja, kijk, wanneer mevrouw Hansberg en de haren, wanneer die inderdaad leger gaan inroepen, de politie, ja, dat is wel goed voor je. Maar wij zullen dat niet. Nee, maar goed, kijk, wij zijn natuurlijk wel degene die erop anticiperen. En als het leidt tot opstootjes voor de paleishekken, dan snap ik ook wel dat u en ik niet fysiek aan die hekken gaan rammelen. Maar wij zijn wel degene die de intellectuele voeding aan de ideeën geven. Ja, wel, maar we zeggen altijd, en niet voor niets herhalen dat voor u, we zijn een vredelievende organisatie, ja. We zijn een staatsrechtelijke organisatie, en we zijn niet mensen die aan de hekken gaan rammelen. Maar als sommige mensen het belangrijk vinden, dat doen, dan moeten ze dat doen. Maar jongens, denk dan dat we alleen maar kunnen overtuigen. Geweldloos. Maar zal het u verbazen als het gebeurt? Nou, ik denk niet dat. Ik kan het niet voorstellen. De tijden van de Franse Revolutie ligt toch zo ver. Ja, maar dat is zeer gewelddadig. Maar het kan ook gaan zoals we hebben gezien in Nepal of zo. Dat zijn dan geen guillotines, maar het gaat er toch wel behoorlijk hard aan toe. Er wordt gewoon aan de koning een ultimatum gezegd. Volgende week maandag daar kan je de sleutel in leveren en wegwezen. Nou ja. Ja. Ja, kijk. Het hangt natuurlijk van beide partijen af, dat is duidelijk. En hoe harder de majesteit optreedt tegen dit soort dingen en dit soort streken uithaalt, dat is natuurlijk, des te harder zal de reactie zijn. Dat soort dingen. Want reken maar dat als Femke Halsema en het Perl, als hij in hem staat, reken maar dat hij overal kleren zullen pakken, een beetje om je toe te dekken. Zo is het natuurlijk. Dat denk ik wel, ja. En dan zal dat, en dan zullen die potentiële medestanders van haar, die zullen natuurlijk daardoor van vreemd raken. En dat is ook, maar we moeten natuurlijk toch van overtuigen en dat geschiedenis gemaakt wordt door een paar mensen. Ja, maar ik bedoel te zeggen, we komen niet in een situatie dat Femke kaalgeschoren zal worden en met pek en veren overgoten door het binnenhof gereden. Dat zal toch niet?